Mijn vader was destijds de supporter van de VC. Ik kan er ook niet aan doen. Ja, maar dat ging ik u nog zeggen. Iedereen heeft fouten, hè. Ja, ja. Maar goed, maar het was optornen. Het was maar één ploeg in Brakel. En er moest natuurlijk door iemand het initiatief genomen worden voor een tweede club te stichten. En misschien zijn er weinigen onder ons hier die die naam kennen, wie dat eigenlijk in gang gestoken heeft. Namelijk Maurice Delaney. Dat zal je misschien in de zaal niemand niet zeggen, want trouwens dat was geen Brakelaar. Dat was iemand van Hamme. En die is hier de overbroeder overste geworden. En hij heeft het initiatief genomen voor een tweede club in Brakel te stichten. Samen met Gustav Meinhard, de secretaris, 92 jaar, die hier nog aanwezig is. Rob, daar kan ook. Applaus voor. Dat houdt je niet vermogen. Hij heeft van alle kanten tegenkanten gegeven, van alle zijden. Maar hij is bij zijn standpunt gebleven, heeft doorgeduwd en zo is Ossa verder kunnen groeien tot een club na promoties en via eindrondes. Tot een club die nu momenteel 235 jeugdspelers telt, 150 dan nog andere spelers, U19 beloften, eerste ploeg en damesvoetbal. En een 25 elftal in competitie brengt.